leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Maandelfus en in deze videoserie bespreek ik de 3 meest belangrijke nieuwsitems van deze week. En allereerst wil ik heel graag even beginnen met iets heel belangrijks. Mijn vorige video is namelijk super ver bekeken en ik heb mega veel reacties van jullie gehad. Ik heb berichtjes, e-mailtjes, tweets, noem het allemaal maar opgekregen. En ik vind het heel erg leuk dat jullie me zo erg supporten en dat jullie met alle vragen bij mij komen. Ik probeer dan ook van harte om al jullie vragen allemaal te beantwoorden. Ik doe mijn best. Het kan zijn dat ik er soms een paar eventjes mis. Maar superleuk. Ik ben heel erg blij met jullie thumbs up. En vergeet ook niet om op deze video eventjes een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we nu snel naar het nieuws. Ik wilde namelijk even beginnen met het IMF. En voor de mensen die niet weten wat het IMF is. Het IMF is het Internationaal Monetair Fonds. En dat is opgericht, als ik het goed zeg, in 1944, vlak na de Tweede Wereldoorlog. En destijds had het IMF als bedoeling om wisselkoersen tussen verschillende landen een beetje op niveau te houden. En inmiddels is het Internationaal Monetair Fonds heel erg belangrijk voor de Verenigde Naties, om het zo maar te zeggen. En houden zij toezicht op monetair beleid. En het Internationaal Monetair Fonds heeft natuurlijk ook een toppersoon. En dat is in deze een vrouw, dat is Christine Lagarde. En Christine die heeft al een aantal keer belangrijke uitspraken gedaan omtrent Bitcoin. Maar ook omtrent cryptocurrencies. En deze waren niet zo positief. Zij heeft een aantal keer gezegd dat cryptocurrencies eigenlijk gewoon not done zijn. Dat je daar met je vingers vanaf moet blijven. Maar wat nu erg interessant is, is dat ze totaal het tegenovergestelde heeft gezegd afgelopen week. En ik ben eventjes wat dieper in de materie gaan duiken over hetgeen wat zij daadwerkelijk gezegd heeft. En daaruit blijkt dat zij heeft het niet helemaal goed gezegd trouwens voor de hele scherpe kijkers. Ik heb er nogal wat scherpe kijkers tussen zitten. Ze maakte een klein foutje, maar laten we dat nu eventjes terzijde houden. Zij noemde in ieder geval dat centrale banken onderzoek moeten gaan doen naar het maken van hun eigen cryptocurrencies. En voor de mensen die een beetje gevolgd hebben wat de DNB hier in Nederland allemaal een beetje doet, is dat de DNB dit al lang heeft gedaan. De DNB heeft namelijk al 4 prototypes gemaakt omtrent crypto's. En deze waren behoorlijk succesvol. Als ik me niet vergis, hebben zij gekeken naar crypto als cryptocurrency. Bleek dat niet te werken. Toen hebben ze maar gewoon gelijk de achterkant van het woord cryptocurrency weggehaald. Dus vanaf nu noemt de DNB alles crypto's. En daarnaast hebben ze ook getest met het minen. En eigenlijk was het puur om te kijken hoe werkt digitaal geld. En wat kunnen we daar nou daadwerkelijk mee? Heel erg leuk, maar ja, eigenlijk komt Christine Lagarde nu totaal veel te laat. Want de DNB heeft in ieder geval al mee geëxperimenteerd. Ze zeggen hierbij dus ook niet dat specifiek landen hiernaar moeten gaan kijken. Maar ze hebben het echt over centrale banken. Dus hierbij zou je ook kunnen denken aan de ECB, de Europese Centrale Bank. Ik heb nu niet iets in mijn geheugen staan dat de Europese Centrale Bank al heeft gekeken naar cryptocurrencies. Maar van de Nederlandse Centrale Bank weten we het in ieder geval wel. En dan komen we eigenlijk ook gelijk bij het volgende. Want mijn grote vriend en misschien wel de meest gehate crypto-hater van de wereld heeft een aantal uitspraken gedaan in een stuk wat hij laatst geschreven heeft. Ik zal het even hier online zetten. En dat is eigenlijk een extra toevoeging op wat Christine Lagarde hier zegt. Hij zegt namelijk dat de digitale currencies van centrale banken, dus DCCB, als ik het goed zeg, als dyslect, dat die de gewone cryptocurrencies onderuit gaan gooien. En dat, nee, het wordt gewoon niks. Dat is eigenlijk waar het stuk op neerkomt. Het is in best wel lastige termen geschreven. Het gaat over fractioneel bankieren. Ik zal de link even hieronder neerzetten, want het is wel, het gaat echt over monetaire economie en je moet daar een beetje verstand van hebben. Wil je het een beetje kunnen begrijpen, maar het is sowieso een interessant stuk. En Roubini is niet de meest prestigieuze persoon in het cryptolandschap, om het zo maar te zeggen. Hij heeft zelfs mij 2 weken geleden geblokkeerd. Dus dat zegt wel voldoende. Natuurlijk schrijft hij negatieve stukken over cryptocurrencies. En kijk, hij heeft heus wel verstand van hoe de markt werkt. En we weten allemaal, ons huidige monetaire systeem is nou niet in optimale staat. Laten we het daarvoor behouden. En men zoekt naar andere mogelijkheden. En ik vind dat cryptocurrencies daar zeker een optie in zouden kunnen zijn. Of in ieder geval een systeem naast het huidige systeem. Waarom niet? Ik bedoel, kom op.
Maar Robini denkt daar dus totaal anders over. En dat mag, dat is helemaal zo goed recht. Maar om mij nou te blokkeren, terwijl ik eigenlijk hartstikke lief tegen hem was. Maar goed, laten we dat nu eventjes terzijde. Dan gaan we nu door naar het tweede nieuwtje. Want dat is wel een best wel interessant nieuwtje. En dat gaat over de mining farms. En misschien moet ik eigenlijk wel even beginnen met het uitleggen van hoe minen eigenlijk werkt. Want vandaag kreeg ik ook weer een vraag op Twitter van iemand die vroeg, ja, hoe zit dat nou met die mining fees? En hoe zit het als mensen blok gemined hebben? Dus laat ik even beginnen bij de basis. Ik ben overigens geen blockchain expert, maar ik probeer het in zo goed mogelijk Jip en Janneke taal uit te leggen. En het kan me zijn dat ik hier af en toe een paar versprekjes bij maak, maar ja, reken me daar alsjeblieft niet op af. Ik probeer het in grote lijnen uit te leggen en ik doe mijn best. Dus laten we eventjes gaan kijken naar de blockchain. Want hoe werkt een blockchain eigenlijk? Laten we ons even voorstellen dat miners met z'n allen in een mijn werken. Net zoals hoe dat zit met goud. Nu is het zo dat die miners op zoek zijn naar blokken. Blokken die uiteindelijk aan de blockchain vastgezet kunnen worden. Nou, in die blokken zit een fee. Daar zit 12,5 bitcoin in. En degene die dat blok vindt, die krijgt die bitcoins. Heel simpel. Nu is het zo dat er bij bitcoin dat het net eventjes anders is dan met de reguliere miningmarkt, zoals dat je met goud of met zilver kent. Bij bitcoin is er een soort van moeilijkheidsgraad toegevoegd. En die moeilijkheidsgraad zorgt ervoor dat in principe iedere 10 minuten er een blok van 12,5 bitcoin gemined moet worden. Zo weet je dus precies hoeveel inflatie er is op bitcoin en wanneer ook het laatste blok gemined zou moeten worden. Nou, voordat die miners dat blok hebben gemined, moeten zij rekenkracht geven. En dat betekent dat zij sommetjes gaan opvragen. Ze geven dus hun rekenkracht aan het netwerk. In ruil daarvoor kost namelijk een heleboel stroom. Dus in ruil daarvoor moeten ze stroom aan het netwerk toegeven. Of kost het stroom? Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. En dat stroom kost geld. Dus die miners moeten een bepaalde investering doen voordat ze die bitcoins weer terugkrijgen. Eigenlijk heel erg logisch. Nou, nu heb je daarnaast nog een ander soort mining fee, om het zo maar te zeggen. En dat is de transactie fee. Op het moment dat jij en ik een bepaalde transactie doen, dan krijgt de miner een heel klein deel van onze transactie. En dat is een soort van beloning, omdat de miners in principe onze transactie goed moeten keuren. Die moeten zeggen, ja, het klopt wat hier gebeurt, omdat er consensus is door middel van computers. Nou, als we dan even teruggaan naar de bitcoinkoers van dit moment. En we gaan even nadenken over hoeveel stroom het kost om een bitcoin te kunnen minen. Dan kan het best wel eens zijn dat op sommige plekken op de wereld, waar geografisch net even iets minder handig is om te zitten, dat het daar niet meer break-even loopt. Ik zal nu gelijk even een plaatje laten zien van wat de stroomkosten ongeveer zijn. Op verschillende plekken op de wereld, ja, zijn de stroomkosten gewoon verschillend. En dat is hartstikke logisch. In IJsland is het bijvoorbeeld veel goedkoper dan dat het is in Nederland. En dat heeft te maken met klimaat, maar ook stroomvoorziening, ook belastingen, noem het allemaal maar op. Dus er zijn nu miners die met verlies bitcoin aan het minen zijn. Vorige week hadden we Mark van der Gijs in de podcast. En Mark die zei, wij zijn een miningbedrijf, maar we zijn niet een normaal miningbedrijf. We zijn een miningbedrijf dat de bitcoins aanhoudt. Waar goudbedrijven direct hun goud verkopen en het direct op de markt pushen, zodat ze weer liquiditeit hebben om opnieuw te kunnen investeren, doen de meeste bitcoin miners dat niet. Nou, nu hoor je heel vaak, ja, bitcoin komt onder het punt dat de miner nog rendabel is en dat kan niet. Nou, dat kan dus wel, want er zijn behoorlijk wat miners die zeggen, ik hou gewoon mijn bitcoins aan, want ik verwacht dat het straks op 100.000 staat. Waarom zou ik het verkopen? Dan heb je een soort van ETF in een miningbedrijf, als je daar een aandeel van zou kopen. Een soort van bitcoin ETF eigenlijk. Nu ben ik het daar niet helemaal mee eens, maar laten we dat eventjes terzijde houden. We gingen naar de core van dit verhaal en ik ben nu alweer aan het afdwalen. dus nu eventjes terug naar het minen van bitcoin. Bitcoin minen kost dus geld. En soms is het even niet rendabel en helemaal niet tegen de huidige koers. Dat kan gebeuren. Ik bedoel, we hebben nu een koers van, wat is het, $4,400 ongeveer. En daardoor betekent het dat als jij voor $5,000 aan stroom moet leveren aan het netwerk, dat het gewoon wat duurder is. En je dus nu op dit moment niet break-even draait. Maar stel je behoudt die bitcoins en je verkoopt ze over een jaar, kan het best zijn dat de prijs op 10 of 20.000 staat. Waar heb je je dan zorgen over gemaakt? Nou, dat is ook wat een heleboel miners doen. Maar er zijn ook een heleboel miners die wel direct verkopen en die in liquiditeitsproblemen komen. En dan krijg je dit. Ik heb nog even gereageerd. Zet maar op marktplaats, ik wil ze wel hebben. Maar helaas, het was al te laat. Ze hadden ze al weggegooid. Dus kijk,
Er zijn gewoon verschillende soorten miners. En door dit moet je echt niet in paniek raken. Het betekent niet dat Bitcoin nu dood is. Echt absoluut niet. Maak je gewoon geen zorgen. Dit hoort erbij. Er zijn bedrijven die gewoon niet genoeg liquiditeit hebben. En daardoor ja, nu hun mining gear moeten verkopen. Het zijn nou eenmaal zo. Dus wees niet, raak niet in paniek als je dit soort dingen ziet. Dat komt helemaal goed, echt. Het is echt van tijdelijke aard. En het zijn voornamelijk de mensen die niet begrijpen hoe het systeem in elkaar zit, die hierover roepen. Dan hebben we natuurlijk nog een ander heel erg leuk nieuwtje. En dat gaat over BACT. Of nou ja, leuk is dan maar de vraag. Ik heb, even kijken. 3 weken geleden of zo heb ik jullie verteld dat BACT 12 december live zou gaan. Ja. Nou, nu willen dat de koers van Bitcoin de afgelopen periode behoorlijk naar beneden gegaan is. En ja, zal jullie natuurlijk niet zijn ontgaan. En nu wil het feit dat heel toevallig de SEC toch nog eventjes de futures van BACT moet herzien. En dat ze toevallig zoveel aanvragen hebben gehad dat ze misschien toch nog even hun systeem net iets beter op orde moeten hebben. En daardoor hebben ze de lancering van het handelsplatform van BACT met in ieder geval een maand uitgesteld. Vreemd. Ja, ik vind het een beetje een rare samenloop van omstandigheden. Laten we het daarop houden. Natuurlijk is het gewoon een feit dat de koersen enorm gedaald zijn. En dat het voor BACT misschien wel helemaal niet zo voordelig is om nu hun Bitcoin futures aan de man te gaan brengen. Wat ook best wel begrijpelijk is. Maar dat de SEC hiermee ook weer een beetje... Ja, Oké. Maar goed, in januari gaan de futures, eind januari als ik me niet vergis, gaan de futures op het platform van BACT alsnog live. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, in het begin dacht ik, ja, BACT zal allemaal wel. En later heb ik me een beetje mee laten sleuren op de hype, dat ik dacht, oh ja, gaaf, institutioneel geld, bla bla bla, heel veel vraag. En toen later dacht ik ineens, ja, maar is dat dan niet al lang verdiscondeerd in de koers? En is dit dan ook niet een van de redenen waarom we nu nog verder naar beneden zakken? We verwachten allemaal dat BACT eraan gaat komen en we verwachten dat het weer de koers naar hogere niveaus brengt. Maar het zou best wel kunnen dat het pas op een heel erg laat moment in de toekomst ja, uiteindelijk daadwerkelijk tot uiting komt, wanneer ook echt het institutioneel geld gaat kopen. Kijk, we moeten natuurlijk niet vergeten dat heel veel over-the-counter trades al plaatsgevonden hebben. Dus BACT heeft natuurlijk al ingeslagen, of die is nu hun average een beetje weer aan het tweaken, dat zou ook kunnen. Maar we moeten daar wel even bij stilstaan dat dit ook gewoon manipulatie is van de grote spelers. En daar hebben wij natuurlijk totaal geen invloed op. Maar het is wel interessant om dat even bij te houden. En weet ook dat hier een heleboel sentiment in zit. We zitten met z'n allen ons kapot te staren op die koers. En de afgelopen paar dagen heb ik zoveel berichtjes gehad van zoveel mensen die zeiden, nou, ik weet het niet meer. Mijn portefeuille is echt van zoveel naar bijna niks gegaan. Wat moet ik in vredesnaam doen? En het enige wat ik kan zeggen is, wacht rustig af. Ik kan me nog herinneren, ik denk dat het jaar of 2 geleden is. En ik had Rutger van Zuidam aan de telefoon. Als je hem niet kent, google hem even. En die belde mij en die zei, Madelon, moet ik nu Bitcoin kopen? En ik dacht echt, vraag je dit nou aan mij? Jij zit al sinds 2012 in deze markt en je gaat aan... Nou ja, oké. Dus het enige wat ik tegen hem kon zeggen was, ja, weet je wat het is? Dit heb je mij zelf verteld. Bitcoin is vandaag niet beter dan dat het gisteren was. En ook niet dan dat het vorige week was. En volgende week zal het ook echt niet beter zijn. Bitcoin is nog steeds hetzelfde principe. We zijn met z'n allen toe aan een peer-to-peer geldsysteem zonder tussenkomst van die derde partij. Dat is waar de waarde in zit. En natuurlijk zijn er allemaal mini-updates. En als straks Mimblewimble of een andere update live komt, Lightning bijvoorbeeld, zou dat superleuk zijn. Maar Bitcoin wordt daar niet anders van. Of als je begrijpt wat ik bedoel. Bitcoin blijft Bitcoin. En de prijs hangt niet af van het feit of jij het wel of niet moet kopen. Dus waar hij toen de koers omhoog zou gaan en een beetje FOMO bij hem ontstond, krijg ik nu heel veel berichten van mensen die zeggen, ja, maar misschien komt het wel helemaal niet meer goed. En Bitcoin is niet veranderd. In de koers is het nog steeds hetzelfde gebleven. Kijk, als je met vragen bij mij komt over verschillende altcoins, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, Ik weet het niet zo goed. Ik zit zelf niet zo heel veel in altcoins. En dat is ook met een bepaalde reden dat de grootste... Dan zeg je dat de grootste movers op de markt, de first mover Bitcoin en daarnaast heb je Ethereum Litecoin, die zijn heel erg belangrijk. En wat je niet moet vergeten, ondanks dat daar de winstmarges lager zijn, heb je daar een soort van safe asset in, omdat die minder beweegt. Als we kijken naar een Icon, een Komodo, noem het allemaal maar op, een Tron,
die zijn heel erg volatiel. Dus waar Bitcoin 10% beweegt, gaan zij 20 of 30%. En ik vind het heel lastig om in te schatten of die waarde, of die prijs wel echt die waarde vertegenwoordigt. Bij Bitcoin weet ik wat het waard is. Omdat Bitcoin de eerste was die peer-to-peer transacties zonder tussenkomst van die derde partij mogelijk maakte. En dat moeten we ons goed realiseren. Dat is de basis van Bitcoin en dat is waar we hier met z'n allen voor zijn. En dat is hetzelfde met die stomme hard forks en met stom Bitcoin Cash en al dat gedoe eromheen. Daar was het helemaal niet om het doel. We zijn hier met z'n allen om er gewoon voor te zorgen dat wij transacties online kunnen doen zonder de tussenkomst van de derde partij. En het is leuk als we daar een beetje geld bij verdienen, maar ach, daar zit het hem niet in. En op het moment dat je dan gaat twijfelen om te kopen of te verkopen, dan denk ik soms wel eens, ja, dit is toch heel erg logisch. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind het goed dat je erover nadenkt, dat je je portefeuille herevalueert. Maar sta er ook gewoon bij stil dat de waarde van Bitcoin niet verandert, ondanks dat de prijs wel verandert. En dat vind ik heel belangrijk. En daar moeten we ook gewoon op blijven focussen. En ik snap dat er nu paniek is, omdat die koersen omlaag gaan. Maar ik kan je vertellen, het komt echt wel goed. Dit is al de zoveelste keer dat dit met Bitcoin gebeurt. Misschien wel de vierde, denk ik. 2011, 2013. Ja, zoiets. 2011, 2012, 2013, zoiets. Dus het is ongeveer de vierde keer dat we dezelfde cycle zien. Pak de grafiek maar eens een logaritmische schaal, dan ga je het zien. En telkens zie je datzelfde patroon. Woep, weer naar beneden, woep, weer omhoog. Dit hoort erbij. Het is een onvolwassen markt. En natuurlijk, het gaat zo totdat het niet meer zo gaat. Maar het institutionele geld zit er lang nog niet allemaal in. Er is nog heel veel rek, dus het komt echt wel goed. En als je er niet tegen kan, stop er dan gewoon even mee. Kijk over een half jaar weer. Wellicht gebeurt er niks. Het kan best zijn dat een half jaar lang de koers gewoon, wat we in 2014 ook gezien hebben, 2015. Dat was echt ontzettend saai, maar het hoort erbij. En we moeten er nu even doorheen. Maar dit was wel de paniekreactie waar ik op wachtte. Dit heb ik vaker genoemd. Het duurde heel erg lang voordat we echt die paniek hadden. Dat mensen dachten, nee, het komt nooit meer goed. Weet je, dat gevoel. En ik zag Willem Middelkoop van de week, die is al begonnen met inkopen. Ik heb gisteren ook een trade gedaan. Nu moet ik heel eerlijk toegeven, ik krijg ook vragen van mensen die zeggen, hoe doe je dat dan? Ik koop echt in stapjes in. Beter te vroeg dan te laat. Ik wil niet nog in cash zitten op het moment dat we weer omhoog gaan. Dus ik koop in stapjes in. Het kan best zijn dat ik nog in 5 stapjes moet inkopen, maar ik ben gisteren in ieder geval begonnen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Dit is overigens geen beleggingsadvies. Ik ben geen beleggingsadviseur. Dat claim ik ook helemaal niet te zijn. Ik had van de week ook weer commentaren daarover. Dat ben ik niet. Maar dit is hoe ik het zie en dit is hoe ik de markt bekijk. En ik zie het echt als een uitlaatklep voor mij. Wees dan ook gewoon lekker rustig. Het komt allemaal wel goed. Hou lekker het nieuws in de gaten. Gebruik deze tijd om veel te leren. En ik denk dat het goed is als we nu gewoon even naar die grafiek gaan kijken. Dan leg ik jullie uit wat er gebeurd is. En natuurlijk ook wat mijn verwachtingspatroon is. Want dat is ook heel erg belangrijk. Kijken wat de technische analyse zegt. Ondanks dat het nu heel erg lastig is om te charten. Laten we snel even naar de grafiek gaan kijken. En ik weer bij het allerleukste onderdeel van deze video. Als je het mij vraagt in ieder geval. Wat zien we hier voor de mensen die nieuw zijn? Ik bekijk altijd even de daggrafiek. En daarnaast bekijk ik de grafiek in Heiken Ashi candles. Dit zijn andere candles dan de Japanese candlesticks. Deze werken voor mij beter. Nou, wat zien we hier? We zien hier een prachtig patroon waar we neerwaarts uit zijn gebroken. Voor de mensen die dit patroon niet kennen, dit is een descending triangle. En die kenmerkt zich door toppen die steeds lager worden en horizontale bodems. Die moet ik wel heel eerlijk toegeven, afgelopen periode hebben we eigenlijk ook een symmetrische driehoek gevonden. Dat heet een symmetrical triangle in het Engels. Waarbij de toppen een beetje naar beneden lopen en de bodems een beetje oplopen. Nou, we zijn hier neerwaarts uitgebroken en we hadden steun moeten ondervinden rond dit level. Ongeveer 4500. We zijn daar iets verder doorgezakt en we staan nu rond de 4380. Iets hoger, 4400 ongeveer. Maar we zijn dus nog lager geweest. En dat is wel een dingetje. We zijn dus er net onder gebounced. Nou, een heleboel mensen hebben mij de afgelopen periode gevraagd, waar gaan we nu naartoe? En ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind het lastig te zeggen. Want wat zien we hier? We zien hier een paniekreactie op de markt, waarbij stoplosjes getriggerd zijn. Er is heel veel gaande omtrent Bitcoin Cash verhaal, omtrent de hard fork, waarvan we nog steeds niet weten wat momenteel de uitkomst zal gaan zijn. En dat zorgt voor veel paniek. Het enige wat ik nu op dit moment kan zeggen is dat ik positieve divergentie zie. Al een poosje. Ik teken hem niet mooi, maar ik zal het even snel laten zien voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal. Positieve divergentie gebeurt wanneer de bodems op de grafiek lager worden, maar de bodems op de RSI op beginnen te lopen.
Nou, dat is altijd heel interessant, want dat betekent dat er divergentie ontstaat en dus de koers opwaarts kan gaan. We zien het hier ook, hè. We zien dat de grafiek neerwaarts is, maar het volume oploopt. En dan heb je vaak een spike omhoog. Echt hebben we dat nu niet echt gezien. We hebben gezien dat we net hier gebounced zijn tegen dat level waar we eerst doorheen zakten. Wat ik al zei, hier hadden we juist steun moeten hebben rond dit niveau, rond 4500, maar dat hebben we niet gehad. Dus we hebben hem weer teruggetest. Kan best zijn dat we hem nog een keertje terugtesten, maar ja... Er is ook best wel een behoorlijke kans dat we vanuit hier teruggaan. Maar ja, aan de andere kant, positieve en negatieve divergentie werkt altijd heel goed. Nu moet ik wel zeggen, dit is de 4-uur grafiek, dus dat is altijd een risicootje. We zijn nog niet terug het 30-70 kanaal geschoten. Hou dat even in de gaten, want dan zou het nog kunnen zijn dat we een korte opleving zien. Maar overal, als ik het hele plaatje op de grafiek bekijk, hebben we nog steeds een neerwaartse trend te pakken. Ik zie nog niet tekenen waarvan ik zou zeggen, we kunnen opwaarts. Behalve dan dat het volume nu wat aan het oplopen is. Maar dat zou ook te maken kunnen hebben met de paniek op de markt. Dus voor nu is het echt nog even afwachten. Geduldig kijken wat er gebeurt. En daarnaast moet ik ook gewoon zeggen, technische analyse is slechts een handvat. Ik kijk heel veel naar fundamentele aspecten. Of althans nieuwsgerelateerde dingen die gebeuren. En dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op het sentiment. Want een grafiek is natuurlijk gewoon een afgeleide van het sentiment wat we zien. Wat er plaatsvindt. En of men in paniek is, de ja of de nee. Dus houd dit vooral in de gaten. Er is een prima kans dat we nog even opnieuw deze weerstandslijn testen. Om vervolgens nog iets verder door te zakken. Het zou echt niet vreemd zijn als we nog verder zakken. Ondanks dat ik heel veel berichten zie van mensen. We zitten al zo laag op het RSI. Nou, dan wil ik nog even iets laten zien. En sorry voor dit. Dit was uit mijn daytrade tijd. Maar en we pakken hem even op de weekly. Dan ga je namelijk behoorlijk schrikken. Dan zie je dat we nu ongeveer hier zouden zitten. En de koers die liep toen van, nou pak een beet, 340 nog wel eventjes terug naar 150. Nu wil ik niet bepaalde dingen insinueren, maar goed, hou het gewoon goed in de gaten. Er is echt nog wel ruimte om verder door te zakken. Maar die positieve divergentie is in ieder geval iets moois. Het zou wat goeds op kunnen leveren. En we moeten het gewoon even gaan zien. Ik wil in ieder geval jullie heel veel succes wensen. Houd goed de grafiek in de gaten. Doe je eigen onderzoek. Doe getegen onderzoek. En ik hoop jullie natuurlijk volgende week weer te zien. Mocht je tussendoor nog vragen hebben over het jaar, kun je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Heel veel succes en tot volgende week. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om even je duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet om even hier op abonneren te klikken als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan ook even op het belletje klikken, want dan krijg je iedere week een notificatie wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Superleuk! En mocht je nou vragen hebben, opmerkingen, suggesties, vergeet dan niet om die even hieronder in de comments neer te zetten. Voor de mensen die zich afvragen hoe het met de cursus zit. Ik ben super hard bezig met de cursus. En ik doe heel erg mijn best om het zo perfect mogelijk te maken. Dus het laat nog even op zich wachten, maar ik beloof, hij komt er snel aan. En ik hoop jullie natuurlijk volgende week weer te zien. Tot dan! Doei! Thank you.